Waarom maken wij zo weinig historische films? Omdat dat te duur is. Ik heb heel lang, ik heb zo'n schuif met onrealiseerbare projecten. En wat daar dus al, denk ik, 20 jaar in ligt, is de geest van koning Leopold II. Leopold II, ons koloniaal verleden, wat daar gebeurd is in de Congo. Dat is een geweldig verhaal. En daar bots je op de grenzen van onze sector.